Deze botten die hier ligt, de BU33, die zijn we aan het restaureren en die proberen we zo origineel mogelijk te restaureren. Wat ik het mooi vind aan deze werf is dat hij nooit weg geweest is. Eeuwenlang worden hier al scheepjes gebouwd, houten scheepjes voor de visserij. How's it going, guys? Welcome back to the channel. We're going to be checking out a priority request from Indo Dutch Girl. She says, hi, Charlie. I like how you're interested in the Netherlands. You know more about our country than some Europeans. I hope one day you will fulfill your dream of living here. And I would like to support a little bit. Hope you like it. So this is the video that she sent me right here. And we have Once the Sea Raged here. Parts 1-4, of course, with English translations because I don't speak Dutch yet. By the channel Paul H. I've done reactions to Paul H. before. He takes old videos, or at least the one about the flood of 1953. It was an older black and white video, and he colorized it, and it was really, really cool. Anyways, it says, Huub Stapel investigates what the construction of the Afsi Dyke meant for the former coastal residents of the South Sea. What was it like to be affected by the government's drastic decision to tame a sea? He speaks with both experts and direct descendants of the former coastal residents. Descendants of South Sea fishermen, fishermen's wives, dike workers, and pioneers of the land tell the stories they have learned from tradition. It says, Our little sea, storm surges and shipping disasters were a regular occurrence for the coastal residents around the South Sea for centuries. Huub Stapel speaks with competitive sailor Gerard Jan Portman, and writer Eva Friend about what made the South Sea so dangerous and problematic. He also meets a fisherman in Urk, and he visits the old harbor of Schokland. Urk, very interesting place, was isolated for many, many years because it was an island, guys. And it's no longer an island no more. Now it's part of the Flevoland province. So definitely affected them. For sure, because they were surrounded by water. Now only one part touches the water. But anyways, links down below. Make sure you check it out. And let's get into it. Dun, 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 dun. Het water geeft. Het water neemt. Het was een gevecht. Er bleven er wel eens een paar weg. Als nou de kotter ooit naar boven komt, Juri, wil je dan kijken of onze Klaas er nog in legt? Dit jaar is het 90 jaar geleden dat de afsluitdijk werd gedicht. Daarmee werd het monster getemd dat Nederland al eeuwenlang teisterde. En met haar stormvloed keer op keer enorme schade en ellende veroorzaakte. De Zuiderzee. Maar die Zuiderzee was ook de plek waaromheen duizenden mensen hun leven hadden opgebouwd. In deze serie ga ik op zoek naar het verhaal van de Zuiderzee en haar kustbewoners. Dat is zo verdriet geweest. Welke impact had de bouw van de afsluitdijk op deze mensen? Op hun cultuur, hun toekomstdromen? En wat merken wij vandaag de dag nog van het verdwijnen van de Zuiderzee? In de zee, hier te kijk, maar die tijd komt niet meer. De Zuiderzee heet wel. All right. That was a cool little tune, actually. De bewoners van de kustplaatsen rondom de Zuiderzee hadden één zekerheid. Er zou altijd weer een volgende stormvloed komen. Ja. Natuurlijk waren er rustige jaren. De stilte voor de spreekwoordelijke alles verwoestende storm. Maar daarna zouden opnieuw de dijken breken. Huizen krakend instorten en mens en vee reddeloos in de kolkende golven verdwijnen. Steeds meer woningen die het begaven. Men had de gezinnen Kok en Willems om hulp horen roepen en daarna niets meer vernomen. Op een rieten dak klampte Mastenbroek zich met vrouw en kinderen aan uitstekende latten vast. Een poging hen daarvan af te halen mislukte. Dang. Nog enig hulpgeroep
overstemd door het rumoer van de wind. Now, is he talking about the 1953 flood here? Because I think I feel like he is. But then again, if it was 90 years since the dike, or since Offshore Dike was built, that would have been before the 50s, right? Because that would have been 70 years ago. Daarna, stilte. En toch. Als de wind weer was gaan liggen en de zee zich achter de gravende dijk had teruggetrokken, de doden waren geborgen en haven en goed was hersteld, dan bleef toch altijd die sterke band met de Zuiderzee. Ons zeetje, noemden ze haar zelfs liefkozend. Ons zeetje. Dat kreng neemt je keer op keer alles af wat je lief is. En toch blijf je haar ons zeetje noemen. Hey man, it's a love-hate relationship, you know what I mean? Alsof je een opstandig kind dat zich verschrikkelijk gedraagt, opnieuw liefdevol in de armen sluit. En dat doe je omdat je weet dat dat maar een deel van het verhaal is. Ons zeetje. Yeah, but I have a feeling like that sea helped make the Dutch what the Dutch are today. You know, they dominated the seas in the 1600s, you know, with the Dutch Golden Age, right? A lot of transport can get in and out from the waterways. If it was a landlocked country, they wouldn't have been able to do that. Also, food. Fish, you know, countless generations of fishermen have probably thrived because of that sea. Oh. Onze zeetje. Heest de zeilen. We kiezen het ruime sok. So this one's not colorized like he did with the other video that I watched, but that's okay. Black and white gives it that nice vintage feel because it's a vintage film. It's authentic. Op de Louvert. Hoe moet dat geweest zijn voor die honderden vissers die elke dag hun netten uitgooiden op die onbetrouwbare zee? Yeah. Om zelf dat Zuiderzeegevoel een beetje te ervaren, wagen wij in een klassieke botter op het water. Samen met wedstrijdzeiler Gert-Jan Poortman. En eerlijk is eerlijk, ik ben blij dat hij erbij is. Wat een raar weer is dit. Kijk, hier komt wind, jongens. Hier, zie je hem? Zie je dat? Ja. Windgolven. Windwaves, hè? Die ribbeltjes. Dat is de wind, de frictie op het water. Zorgt dat je ribbeltjes krijgt. Ja, een beetje wind, ja. Dat is een van de regels. Zeil je meer wind dan de concurrentie, dan ga je harder. En ik voel een druppel. En een druppel. Dat heet watersport. Yes. Ja, ik vertrouw het nog niet helemaal, maar mijn bootsmaat is totaal niet onder de indruk. Wanneer je, zoals hij, alle zeeën hebt bevaren onder de meest extreme omstandigheden, ben je ook wel iets gewend. Ja, yeah, exactly. Toch moeten we volgens Gert-Jan ons eigen IJsselmeer niet onderschatten. Het weer kan hier heel erg plotseling omslaan. En dan speelt de wereldwijd beruchte korte golfslag op. De golfslag is hier dus anders dan op de oceaan? Ja, ja, ja. De golfslag is hier heel kort en steil. Dat komt omdat eigenlijk een golf is een soort cirkelbeweging. Dus op zee en op de oceaan heb je eigenlijk hele mooie, lange, glooiende golven. Vanwege de diepte? Omdat die cirkel mooi rond is. En op de IJsselmeer begint het bij een klein cirkeltje en dan wordt het een groter cirkeltje, totdat de onderkant van die cirkel de bodem raakt. Het IJsselmeer is 3 meter, maximaal in de vaargeul 4 meter. Dan gaat die cirkel aan de bovenkant mooi rond zijn, maar aan de onderkant komt die land tegen. Dus hij gaat steiler worden en hij komt recht omhoog. En dan wordt het een soort kleine skischansjes, om het zo maar te noemen. En wat doet dat dan met een boot? Ja, een boot... Afhankelijk van de grootte natuurlijk. Nou, maar elke boot die op het IJsselmeer vaart, die moet er dan doorheen.
Kijk, op de oceaan kan je over een glooiende berg. Dan kan je er redelijk over. Dan hebben we het over 15, 20 meter hoge golven. Oh, wow. En hier is het pats, pats, pats. Dus het wordt, als je er tegenin moet, dan moet je er doorheen beuken. En als je met de wind meevaart en je hebt niet een snel genoeg schip, dan kunnen de golven er redelijk snel overheen gaan. En als je dat water er niet uit krijgt, dan kan het snel afgelopen zijn ook. Dan gaat het heel snel. So because of the geography, it's actually almost more dangerous than the ocean, is what I'm kind of gathering from that. Pretty crazy. Also, I just think it's crazy how that used to be a salty sea, and now it's a freshwater lake. It's just crazy how that happens. Kijk, we hadden fantastische zeilers vroeger omdat ze niks anders deden. Dus vroeger had je wind, stroming, je had het getij. En je hebt niet de technologie om dat te voorspellen. En daarom kwamen de ongelukken. Vandaag de dag weten we alles. We weten waar de ondieptes zijn. We weten wat de boot kan en wat niet kan. Vandaag de dag gebeuren de ongelukken niet omdat we dingen niet weten, maar omdat mensen niet goed zeilen. Onze voormalige Zuiderzee laat zich vandaag van een grillige kant zien. What's a Capricious side, I wonder. Kijk, stil. Daar hoor je de regen. Je ziet hem in de verte waar die wit is. Je hoort het. Alsof het een waterval is. Maar zo snel kan het gaan, hè? Want zo snel deze regen komt, kan ook die wind komen. Ah, en dan heb je ook zo golven. Me, it sounded more like the static channel on TVs back in the day, where it was just like a static, like a blizzard kind of effect. Het spookt er nu een heel klein beetje, maar het kan ook echt zwaar tekeer gaan, hè, op het IJsselmeer. Ja, ja, en dat heb je vaak, hè, als je dus een meer hebt of bij land zit. Je hebt grote verschillen tussen water, in temperatuur tussen water en land. En dat heeft effect op de lucht. En daardoor kan je heel snel heel veel wind krijgen. Mm-hmm. En dan is het kleinste meer kan eigenlijk nog heel erg gevaarlijk worden. En dan is de IJsselmeer in één keer weer heel erg groot. Ja. Is dan gewoon echt een zee en moet je voor oppassen. Oh. En dan zit je in zo'n klein kajuitje. Toch bizar, hè? Achter de roer zit je. Ja. Wow, just to be out there in the middle of nowhere with all that water, that's just, I've never experienced anything like that day in my life. It'd be pretty surreal. Het is een soort van droog. We kunnen ook nog echt gaan vissen. Hey, ja, en ik zie de vuurtoren. Is that Urk? Het licht van de vuurtoren. Ja, het ziet er wel donker uit daar. Ga je mij nou vragen of we moeten gaan oppassen? Eén ding is voor mij alvast duidelijk. Die Zuiderzeevissers die konden een behoorlijk potje zeilen. Ja. Yeah. Want met het IJsselmeer valt dan niet te spotten, maar die oude Zuiderzee, dat was er pas echt één om rekening mee te houden. Honderden vissersschepen werden door haar woeste stormen tot zinken gebracht. So it was worse when it was a sea, which I bet it was too, because now you got the dike kind of slowing everything down, you know, separating the big waves from the ocean for, you know, from the inlet there in the South Sea, which is now of course the IJsselmeer. Als met hoog water en harde wind de golven nog verder werden opgezweept, hielden de bewoners van de kustplaatsen hun hart vast. Complete dorpen en eilanden werden weggevaagd. De eilanden Marknesse en Nagelen, het dorp Beulaken. Allemaal verzwolgen door het water. Hold on, so there was towns. Entire villages and towns were wiped out. When they put in the official dike? Bewoners van de kustplaatsen hun hart vast. Complete dorpen en eilanden werden weggevaagd. De eilanden Marknesse en Nagelen, het dorp Beulaken, allemaal verzwolgen door het water.
Toch was de Zuiderzee veel meer dan alleen een bron van onheil en ontbering. Het was een zee van uitersten. De Zuiderzee stond garant voor zowel rampspoed als rijkdom op alle fronten. Op verschillende momenten in onze vaderlandse geschiedenis speelt de Zuiderzee een hoofdrol. Bij de slag op de Zuiderzee bijvoorbeeld tussen een Spaanse-Vlaamse vloot en de Watergeuzen. 1573. Drie keer raaien wie er wint. De Watergeuzen. En ook voor de groei van de handel is de Zuiderzee onontbeerlijk. De steden rond de Zuiderzee worden steeds welvarender en dat trekt natuurlijk nog meer bedrijvigheid aan. En dat kent een piek in de Gouden Eeuw. I've heard of the sea beggars in one of the other videos that I did a reaction to. I can't remember exactly off the top of my head who they were, but they had a huge role in this. I know that. Op dat moment is de Zuiderzee de drugsbevaren route ter wereld. Wat zeg ik? Een drugsbevaren verkeersplein. Een soort Prins Klausplein van die tijd. En dan heb je het niet over hier en daar wat scheepjes. Nee, VOC-schepen die vertrekken naar de oost. Handelsschepen vertrekken naar Scandinavië en Rusland. Kofschepen bevoorraden de Hanzesteden. Platbodems in allerlei soorten en maten varen van oost naar west met turf en aardappels. En daartussendoor manoeuvreren tientallen honderden vissersbootjes in allerlei soorten en maat. Dus het moet hier een bedrijvigheid zijn geweest, ongekend. Dag en nacht. Dag en nacht. I like that music. Terug naar zee. Op de reden van Schokland wordt de eenvoudige zegenvisserij nog uitgeoefend. Signfishing. De haringvangst wordt uit de zegen in de flat overgeschept. De haven van Schokland. Als er één plek symbool staat voor de haat-liefdeverhouding van de Zuiderzeeplaatsen met het water, dan is het wel Schokland. Oh, was that an island too? Deze bul. Yeah, there's Urk. That was an island cut off from a lot of the rest of the Netherlands. Schokland, I didn't know that was. So that's probably part of the polder too. Dan is het wel Schokland. Deze bult tussen de velden was ooit een trots groen eiland. It's a small island. Schokland was toen een belangrijke vluchthaven in de Zuiderzee. Dat is nauwelijks meer voor te stellen. This is crazy. Ik vind het zo moeilijk om me te oriënteren. Ik heb geen idee eigenlijk waar ik ben. Ja, ze zei, nu ben je op Schokland. Ja. Maar waar? Ja, je moet zeggen op Schokland. Op Schokland, ja, je bent op een eiland. Ja, je bent natuurlijk op een eiland. En het is moeilijk om voor te stellen, maar de zee, de golven sloegen hier tegenaan. That's just crazy. Hier beneden was de Zuiderzee. Ja, en ook eb en vloed. Dus het daalde en het steeg. Dus het is, ja, je ziet nu grasland en het is keurig gemaaid en wat rietpluimen. Maar ja, dit was het water. Wow. Nee. En hier wonen de mensen. Het is een tijd lang eigenlijk best een goed leven hier geweest. Toen Nederland in de Gouden Eeuw volop leefde van de handel, werd er ook vanaf Schokland handel gedreven. En zo rond 1800 lagen hier 40 vissersschepen. Bizar. En dat was best een voor die tijd grote en moderne vloot. Dus toen was Schokland binnen dat Zuiderzeegebied een prominente plek. Ja, en toen ging het ergens mis. Ja, en dat kwam dus eigenlijk vooral doordat die veengrond waar we hier op staan zo slap was. En die werd met een beetje wind en een heftige storm, werd er stukken van die grond werden weggeslagen. Waardoor het steeds gevaarlijker werd voor de mensen om hier te leven. Er bleef eigenlijk steeds minder eiland over. Doordat kalfde het echt af? Ja, dus het is in twee eeuwen tijd twee keer kleiner geworden. En om die mensen hier veilig te laten wonen, moest er heel veel geld worden geïnvesteerd in de dijken, in een palenscherm, wat die
die die zee moest tegenhouden. Dus dat werd eigenlijk gewoon te duur voor de regering. De overheid dacht, ja, dit is ook een beetje het dweilen met de kraan open. Open, want het overstroomde iedere keer opnieuw. And those are probably the original rocks from the edge of the sea then. Wow. En dit is zo'n palenscherm dat jij bedoelt. Ja, dit is een van de manieren om toch op de een of andere manier te proberen om van die zee te winnen. Het was een gevecht. Ja. Ze legden eerst wat aardewalletjes aan. Die werden ook makkelijk weggeslagen. Ja, ja. En deze palenschermen, dat was een constructie langs een heel groot stuk van het eiland. Mm-hmm. En onvoorstelbaar, maar het water stond hier natuurlijk soms op bij vloed hoog als het hard waaide. En dan klotste die golf hier tegenaan. Maar dat was toch niet afdoende? Wow, so that's the pulse leads. That's the original wooden fence, what's left of it, I'm assuming. Wow, very interesting. So then this here would have been the shore, along where this walkway goes, I guess. Er was een paalworm. Dat was een paalworm? Ja, was dat een 18e eeuwse boktor? Ja, zoiets, precies. Ja. Het was een gemeen klein weekdiertje die zich in die palen vrat. Je zag het niet van de buitenkant. Like termites. Maar het werd heel bros, dat hout. En als het dan een beetje waaide en er een storm opstak, dan knapten die palen als luciferoutjes af. Okay. En dreven ze weg. En in 1825 was er een storm die enorm heftig was. Was begin februari 1825. Er was een springtij en een enorme orkaankracht. En het hele eiland verdween onder het water. Wow. Het peil steeg naar 3 meter hoog. Dus mensen vluchten naar zolder, was te vergeefs. Die golven, die grepen om zich heen. Ja, we kennen die beelden van recentere tijden. Ja. Dus de mensen klampten zich vast aan een dak dat wegdreef of aan een stuk hout. De schade was gigantisch. Zo'n honderden mensen werden uiteindelijk dakloos. Tientallen... Zijn mensen verdronken ook? Ja, er zijn uiteindelijk 13 mensen om het leven gekomen. Onder wie 8 kinderen. Oh, wow. Dus dit was voor Schokland de heftigste ramp eigenlijk in die tijd. So that's probably not the original house, right? The house that's there now. I mean, there's a few of them, but the one that it was just showing, that was probably built after then, I would assume, right? Because of the storm damage, it probably wasn't before the 1800s then, because the damage from that flood would have destroyed it, right? Unless it didn't, because it's made out of stone. I don't know. Met de vele watersnoden komt er een einde aan de welvaart op Schokland. Maar ook voor de Zuiderzee zelf is de glorietijd dan voorbij. The end of the Golden Age, huh? Na de Gouden Eeuw komt de Zuiderzee in een soort overgangsfase terecht. De handel groeit nog steeds en daarmee worden de handelsschepen steeds groter. Meer handel, meer winst. Tot zover niets aan de hand, dat is logisch. Maar dan worden de schepen zo groot dat ze de Zuiderzee niet meer kunnen bevaren en moeten ze hun koopwaren op Texel overladen naar ondiepere schepen. Oh yeah, because the South Sea is only what they say 3 meters to 4 meters in some spots. That's only like 12 foot or like that's not very deep. That's really not that deep. Uiteindelijk worden de schepen zo groot dat ze scheepskamelen gaan gebruiken. Kijk, dit is een scheepskameel. En een scheepskameel is een soort drijver die een schip optilt, waardoor die natuurlijk minder diep steekt. En zo konden ze toch nog Pampus bereiken. Maar goed, dat waren allemaal tijdrovende, omslachtige en daarmee kostbare oplossingen. So they had to put those in when they got to the edge of the South Sea. They had to attach the, whatever they called it, to float the ship up higher. Right, they wouldn't be out in the middle of the open ocean with those on, right? So, time consuming to install those every time. Probably a big pain in the ass to do it too. Dus wordt het langzaam maar zeker steeds rustiger op de Zuiderzee. Als met de val van mijn oude vriend Napoleon de economie ook nog stagneert,
probeert koning Willem I uit alle macht Nederland als handelsnatie op de kaart te houden. Hij laat het Noord-Hollands kanaal graven. Dat loopt van Amsterdam tot aan Den Helder. Daarna volgt het Noordzeekanaal. En het graven van het Noordzeekanaal is eigenlijk de doodsteek voor de Zuiderzee als handelsroute. Wat dan overblijft, is de visserij. Is dat de kanaal? Is dat de one that goes into Rotterdam? Let me know. Urkers staan de netvissers, halen de vangst binnenboord. Urk. Naar Urk. De Zuiderzee-identiteit van de vissers is zo sterk dat ze vandaag de dag nog altijd doorwerkt. De gedrevenheid van vissers is van alle tijden. Net als hun verdriet, want iedere visserman weet wat verlies is. In de haven van Urk heb ik afgesproken met Jurie van den Berg, vijfde generatie visserman van zijn familie. Was that the flag of Urk, guys? The one that it just showed with the fish? Because I guess every little area has their own flag, right? En ook al is hij officieel met pensioen, elke dag is hij in de haven te vinden. Jongens, is hier een actuele koper in de buurt? Hij kan het gewoon niet laten. Het zit in zijn genen. Mannen, hebben jullie Jurie van den Berg gezien? Die krijgt hem in de afslag. Is hij in de afslag? Oké, dankjewel. I like that music. Is hier Jurie van den Berg? Yeah. Although I'm probably going to get copyright claims on this video because of all the music. So if you guys do want to support the channel, there is links down below for that. Along with the links to this original video. Hey. Oh, kijk. Is Baling. Ja, dat ben ik een hoor. Baling is deze vis gevangen, visserman. Deze is in Friesland gevangen. Waarom wrijf je dat bonnetje nou eerst over die vis? Wat is dat? Dan blijft hij plakken. Soms zijn antwoorden zo simpel, hè? Nee, precies. Luut, wat doet de paling? Die dingen zijn tussen de 4 en de 5,5 euro per pond. Het gaat allemaal per pond. Per pond. Ja. En waarvoor koop ik het in de winkel? A lot more than that, I'm sure. Ietsjes meer. Yup. So are eel fish, or are they snakes? Like water snakes, or like they mix between the two? I don't know. Jurie, hoe werd je vroeger visserman? Er was geen andere keuze. Je ging met je vader mee naar zee toe. En visserman, dat was 100% van de levensbehoeften hier. Dus. Heb jij ooit het idee gehad dat jij, toen je 10, 11, 12 was, dat je had kunnen zeggen, nee pap, ik wil toch liever leraar Engels worden of zo? Nou, bij mij was het een wat gecompliceerder geval. Ik was 12 jaar, toen is mijn vader gebleven in een orkaan. En mijn vader die stond bekend hier op het dorp en ook in Nederland wel als een hele goede visserman. En ja, dan blijft je vader weg. Hij werd ook niet teruggevonden, hij is nooit teruggevonden. Hij is die nacht gebleven met 11 mensen in een zware storm. Mijn moeder was zwanger op dat moment. Toen was het natuurlijk, ja, voelde ik me toen op dat moment al heel verantwoordelijk voor het gezin. En toen was er bij mij iets van, nu moet ik ook visserman worden. Het was op je 12e? Ja, want ik wilde toch de naam van mijn vader niet teleurstellen. Is het dan zo dat de rest van je leven in het kader staat van dat noodlottige ongeval? Hoe draag je dat mee? Het is een worsteling in je leven, ja? Mm-hmm. Maar er is één doel, zoals mijn vader het gewild had, navigare necesse est. En dat er moet gevaren worden. En ik heb altijd dat doel voor ogen. Vooruit. Niet achterom kijken. Vooruit. Yep. That's good advice. Look forward.
het vissersmonument. Ja. So, is there hurricanes there in the North Sea, South Sea at the time? Because I always thought that the hurricanes went from east to west and then went into the Gulf of Mexico. But of course, there's hurricanes all over the planet, but it just seems like a strange place for a hurricane. So was he just out in the open ocean? Let me know, because I'm really curious about that, because I didn't know there was hurricanes in the North Sea or South Sea. Maybe there wasn't. Maybe, like I said, maybe he was out in the wide open ocean. Je ziet echt alle leeftijden, hè? Ja. 11 jaar. Ja. Ook nog 11 jaar, 13 jaar. Wow. Dit is jouw vader? Ja, dat is mijn vader. Die is dezelfde nacht met dit schip gebleven. Ja. De nacht van 6 op 7 oktober 1954. Ja. Dit was een kameraad van me, Jacob Zwaan. Die is ook met zijn hele schip gebleven. 23. Ja. We wisten niet waar hij was. We wisten wel dat hij het molengat aangelopen was, maar we wisten niet waar hij lag. Dan hebben we met twee schepen met een lijn tussen ons, hebben we steeds de bodem afgezocht of we vastliepen. En we hebben hem uiteindelijk toch gevonden. Zo. Klaas Kapitein, ja, die jongen is ook een die niet gevonden is. En zijn moeder is gestorven een aantal jaren terug. Wow. Nou, dat is ook al wel 10, 12 jaar terug en toen moest ik bij haar komen. En toen zegt ze tegen me, als nou de kot er ooit nog boven komt, jullie, wil je dan kijken of onze Klaas er nog in ligt? Nou, dat ken ik dan. Ja. Sad. Dat is zo verdriet geweest. See a lot of sorrow in his eyes. Als je nu terugdenkt aan je vader, hè, denk je dat hij tevreden zou zijn geweest met wat jij met je leven hebt gedaan? Ja, dat denk ik wel. Ja. Denk ik wel. Hij zou trots op je zijn geweest. Hij had vast wel aanmerkingen gemaakt. Hij had wel gezegd dat ik niet zo hoog moest springen, misschien dat ik niet zoveel. Want ik wilde allemaal meer. Ik dacht allemaal, al mijn broers moeten een korter. En al, ja. Maar ja, het is verleden tijd. Ja. Je draait de zaak niet terug. Nee. Nou. Hé, man. Dat was een beste pet. Heel indrukwekkend. Death is sad. I don't like to think about death. Het is een gevaarlijk en onzeker bestaan. De mensen in de vissersplaatsen rondom de Zuiderzee kunnen zich niet voorstellen dat hun leven ooit zal veranderen. Al sinds ze zich kunnen heugen, leven ze met het ritme van de getijden. Eb, vloed, overvloed, rampspoed. In elke vissersplaats staat alles in het teken van de visserij. Overal is wel een scheepswerf te vinden, een touwslager, een kuiperij, een taanderij. Er worden netten geboet, vissen gerookt, zeilen gemaakt. Het is een complete industrie met eigen geuren en klanken. En dat kan toch niet zomaar verdwijnen? Nee. Nou, het is ook niet verdwenen. Niet helemaal. Al moet je soms goed zoeken. In de haven van Bunschoten. So, Spakenburg. I got some viewers from Spakenburg, actually. So, shout out to you guys. Op de scheepswerf is het een en al bedrijvigheid. Het is een houtscheepswerf. Ze weten eigenlijk niet precies hoe oud die werf is, maar in ieder geval 1583. Want er is een rekeningetje gevonden uit 1583 van de scheepstimmerman van deze werf.
die voor een waterschap sluisdeuren moest repareren. Dus ja, dat vind ik zelf ook wel ongelooflijk lang geleden. Dat vind ik wel heel mooi. Dat in 1583 dat hier zo al houten scheepjes getimmerd werden. En dat doen we nog steeds. Although a little faster nowadays because of the power tools, right? 1985 een botter. Toen was ik 16. Ja, ik liep hier de werf eens op. Ik vond het fantastisch hoe dat hieruit zag. En ik denk, ja, ik ga toch wel vragen op die werf of ze geen hulp kunnen gebruiken. Of ik daar niet kan, wat kan doen. En ja, ik ben daar niet meer weg geweest eigenlijk. Ja, wat wij nu hier doen is natuurlijk restauraties van die schepen. Maar nieuwbouw is hier al heel lang niet meer voorgekomen. En ja, vroeger bouwden ze wel drie schepen in één timmerseizoen. Er zijn hier ongeveer een 70 botters, 75 botters gebouwd. Dat deed je dus met heel veel mensen. 21 man ja, liepen dan te timmeren. Ik heb nu 4 jongens in dienst en een stel vrijwilligers die hier een paar dagen per week komen helpen. Ja, dat is ook heel fijn natuurlijk. There was a hole in that. There's a hole right there. What are they going to do to seal that up? Or is this going to be pushed over and blocking it and then they paste it from the outside with tar? I don't know. I don't know anything about shipbuilding or ship repair or you know, construction or anything like that. I just feel like that hole might cause a problem. Deze botter die hier ligt, de BU33, die zijn we aan het restaureren en die proberen we zo origineel mogelijk te restaureren. Wat ik het mooi vind aan deze werf is dat hij nooit weg geweest is. Eeuwenlang worden hier al scheepjes gebouwd, houten scheepjes voor de visserij. Dat ambacht is generatie op generatie doorgegeven. En ik heb het ook geleerd van Zegen Nieuwboer, toen ik hier kwam, die runde de werf nog. Dat is iemand die had echt voor de visserij getimmerd. Echt voor toen de botters nog visten. Zo leer je de kneepjes van het vak. En als je opnieuw zou beginnen met dit, dan gaat het ambacht toch verloren. Dan heb je niet meer het oude ambacht. En dan weet je heel veel dingen niet meer hoe het precies gaat. En dat is toch anders. Dus dat vind ik wel echt het mooie van een eeuwenoude traditie en historie van deze werf. Ja. Those boats look really cool. They really do. But I'm curious, what is the difference between a botter and a cutter? Does anybody know? Let me know. Het zou natuurlijk fantastisch zijn om nog een keer een nieuwe botter hier te bouwen. En dan precies op dezelfde manier als ze vroeger deden. Alleen het verschil natuurlijk elektrisch gereedschap. Maar de bouwwijze precies identiek aan 100 jaar geleden of meer. That would be really cool to just build a new one, but in the style of the old ones. That'd be super cool. Hello. Op de scheepshelling wordt met man en macht aan de reparatie en uitbreiding van de Zuiderzeevloot gewerkt, alsof er geen boze droogleggingsplannen zijn. Maar die boze droogleggingsplannen zijn er wel. Al sinds de 17e eeuw zoekt men naar manieren om het monster te temmen. Dat na de handel ook de visserij zich maar beter kan gaan voorbereiden op andere tijden, wordt als eerste duidelijk op, hoe kan het ook anders, Schokland. Yeah, because I'm sure that messed up a lot of fishing villages for sure. Like, well, Schokland, right? That's not even an island no more. Urk's not an island no more, although Urk still is on the water, on the edge of it, but it's not surrounded by water, right? It's on the edge of the polder. En dit was eigenlijk de zuidelijkste terp. Dit is een Schokland. Dus dit terpje was bebouwd? Ja, hier stonden 14 huisjes, 14 gezinnen. Oh. Heel veel kinderen, dus het was hier levendig, hè? Ja. En druk. En dit was dus een terp die wat hoger in het landschap lag, waar het dus veilig was. Aan die kant was het water. En daar was eigenlijk het buitendijkse gebied, daar werd wel gebruik van gemaakt. Maar hier woonden de mensen. En is dat wat wij hier zien, waar we de waterput, is die origineel? Of is dit is nagebouwd. Oh, nagebouwd. Dit is om een beetje een idee te geven van de bebouwing. Okay. Houten huisjes. En die huisjes waren dus piepklein. Ja, dat is onvoorstelbaar. Voor families met veel kinderen. Ja,
Precies, ja. Die zaten echt op een hoopje allemaal. 10 kinderen was heel normaal natuurlijk. En ondanks alle ellende wilden de mensen toch niet weg. Nee, het was zelfs zo dat mensen hier naartoe verhuisden. Dus wow. We staan hier nu op de Zuidert. Ja. En in een van die huisjes woonde de familie Kwakman van Cornelis Kwakman. Klinkt heel erg Volendams. Ja, die was hier vanuit Volendam naartoe getrokken. En omdat hij dan dichter bij goede visgronden woonde. En na die stormvloed was de overheid aan het nadenken over hoe moet dat met dat eiland. En toen werd er in 1855 besloten dat dit zuidelijke terpje ontruimd moest worden. Hier werd het te gevaarlijk, was het onhoudbaar. Dus toen moest Cornelis met zijn gezin en al zijn kinderen weg. Where'd they go? Toen is hij naar een noordelijk terpje gegaan. Toen bleef hij op Schokland. Hij voelde zich daar toch mee verbonden. Ja. Je ziet het overal ter wereld, trouwens in visserijgemeenschappen, dat die identiteit is zo vergroeid met dat leven, met dat water. Ja. Het water geeft ze leven van die visserij, het water neemt, het was ook heel erg gevaarlijk. Maar juist door die sterke haat-liefdeverhouding werd die band sterker. En daardoor waren ze zo vergroeid met die plek waar ze woonden en was die Zuiderzee-identiteit ook zo sterk. It's all they knew. They didn't want to go nowhere else. What are they going to do with farmland? They're not farmers. They're fishermen. You got to stay by the water if you're going to be a fisherman. Like, if that's all you know, you don't want to uproot your whole life and change to do something else, you know? Especially when they're trying to make their dads proud and their grandpas proud and all that stuff. They're not going to be proud if you just abandon fishing and then go, like, milk cows or something instead. You know what I mean? Like, their identity was the water. Their identity was the fishing. Die Cornelis Ballap Kwakman had zich alle moeite beter kunnen besparen. Kort na zijn gedwongen verhuizing besluit de overheid dat het hele eiland moet worden ontruimd. Really? He moved to the North Mound, left the South Mound because he's like, look, I'm staying in Schokland. And then the government's like, nope, you gotta leave there too. That must have been devastating to him, honestly. I can imagine. Think he moved to Urk? Maybe he moved to Urk. In de oude haven van Schokland heb ik afgesproken met de achterkleinzoon van Cornelis, Kees Ballap Kwakman. Kees. Als indianen naar de plaats van hun voorvaderen gaan, hè, dan gaat er altijd iets door ze heen. Heb jij dat ook? Ja, dat heb ik ook. Ja, echt waar? Ja, gelijk met hier naartoe rijden, toen voelde ik toch wel wat. Dus dat was toch speciaal? Ja, hier gebeurt het allemaal, vanaf deze plaats. Ongelooflijk, ja. Kijk, dan hebben ze hier een monument. Zullen we even kijken of we jouw naam kunnen vinden, klussen, mommende, wapen. Hey, kijk eens hier. Kwakman. De naam Kwakman, hè? Maar waar komt die vandaan? Die komt, vroeger liepen ze langs de haven en toen lag daar een kwak. Dat is een soort boot? Een bootje, okay. Daar begonnen ze op te varen vroeger. Ja. En die meneer, die opa van mij, die stapte op die boot en die ging ermee vissen. Met die kwak? Met die kwak. Dus dan stap jij op die boot als man en dan zegt iemand die voorbij komt op Volendam, die zegt, hey, Kwakman. En dan heet je Kwakman. Zo is het begonnen. En dan heb je ook nog een bijnaam, dat is Ballap. Ja. Ballap? Die stamt weer af van Baaienlap. En Baaienlap, dat gebruikten ze vroeger om een arm heen. Want ze waren die net aan het inhalen en dan schuurde elke keer die arm tegen dat scootvalletje aan. Oh. En dan deed dat pijn natuurlijk. En dan wikkelden ze deze om hun armen. Op welke manier weet ik niet, maar dit stof gebruikten ze daarvoor. En dit is dikke, hele dikke stof. Ja, en dat beschermde hun tegen de binnenkant van het scootvalletje wat ze om hadden. En dit noemen ze een baaienlap? Dit is een baaienlap en toen later dachten ze, we noemen hem nou Ballap. Want baaienlap is eigenlijk een beetje te lang. Nee, nou begrijp ik hem. Hoe lang heb jij gevist? 40 jaar. Mijn vader had een eigen kotter en later zijn mijn broer en ik zijn aan boord gestapt. Je hebt dus ook stormen meegemaakt waarbij je misschien dacht, dit is het eind. Ik ben altijd bang geweest. Ja? Altijd. Met slecht weer was ik altijd bang. I'd be afraid too, not gonna lie, to be out there in the open water. That's a scary thought, especially when you got a storm on the way. Ik was eigenlijk geen type om visserman te wezen. Nee. Als het water rustig was, dan dacht je oké. Ja, dan ging het goed. Maar als er windkracht 6, 7 kwam, dan was ik altijd angstig. Mijn leven lang gehad. Yeah, I would be too.
Het kost Kees weinig moeite om zich in te leven in het sobere bestaan van voorouder Cornelis. En nu begint het heel zachtjes te regenen. Hoe moet dat voor jouw grootvader zijn geweest, voor jouw bedovergrootvader, om hier uit te varen en eventueel dit soort weer bij uitvaart? Ze moesten naar buiten toe om geld te verdienen. Ja. Want het was natuurlijk erg arm vroeger. Je moet eten op de plank, hè? En het kan dus niet anders dan met vis. Ja, en dan heb je wel eens, kunnen we wel, kunnen we niet. En dan ga je even naar buiten toe om die vis boven te halen. En dat waren wel eens slechte omstandigheden. Zee geeft, yeah. Zee neemt. Ja. You gotta do what you gotta do. You know, especially when you know your livelihood depends on it. You know, your family depends on it. It's just sometimes it's rough to be a man, you know, like especially like if you were a fisherman like that, you know, because it all falls on your back, you know, and you know that you don't want your family to starve. You know, you got bills to pay. You have to do it, but you don't want to because there's a storm coming in. So then you're just like, well, I have to do what I have to do. It's a lot of. It's a lot of responsibility. It's a lot of stress. It's worth it, though, I'm sure. I mean, you know, they love it. That's what they do. They're fishermen. But I couldn't imagine. I could not imagine. Er bleven er wel eens een paar weg. En de meeste kwamen natuurlijk terug, maar het was een hard bestaan. Ja. Yeah. Why is this dike? This is lower. Why is this section lower? I wonder why it's raised up here. Als de vangst niet goed was, Kees, dan was het toch soms bittere armoede, hè? Ja, dan was het heel slecht. En anders alleen een paar aardappels. En voor de rest was het heel mager, die tijd. Jouw bedovergrootvader, die Cornelis Ballap Kwakman, was ook een eigenwijze. Want die wilde niet wennen. Die wilde niet wennen. Van Schokland. Nee. Maar dan wordt het 1 maart 1859. En dan verordoneert de burgemeester het volgende. Schokland 1 maart 1859. De burgemeester der gemeente Schokland maakt bij deze aan de opgezetenen der gemeente bekend dat binnen 4 maanden na dagtekening dezes alle eigendommen moeten zijn afgebroken en weggevoerd. Dan val je toch helemaal stil, hè? Ongelooflijk. Wauw. Je denkt toch, die regenten die doen maar, hè? Klootjesvolk. Ja, opzouten. Weg hier. Hey, some more of those wall things. So this was the sea. They just got like a little canal type thing all the way around it. Het valt niet mee voor die mensen om daar weer opnieuw te beginnen. Ja. Dus dan moet je je hele hebben houden op dat misschien wel gammele bootje. Dan vaar je hier tussen die twee havenhoofden naar buiten richting Volendam. En dan mag je daar opnieuw beginnen. Onzekere toekomst. That'd be a scary thought. Terwijl de bedovergrootvader van Kees op zoek moet naar een nieuwe plek om een bestaan als Zuiderzeevisser op te bouwen, worden er heel andere plannen gesmeed. Oh, is this why that spot was lower? Because this is what it used to be right here. It was like an inlet harbor. Is that why? I bet it is. De Nederlandse overheid wil namelijk af van die gevaarlijke Zuiderzee. De wildste ideeën zijn al voorbijgekomen. De een wil een dijk tussen Enkhuizen en Stavoren aanleggen en het gebied daarachter droogleggen. Anderen willen ook de Waddenzee maar meteen inpolderen. Van het plan Leemans wordt zelfs een wetsontwerp ingediend. Een volgende regering veegt dit weer van tafel, maar het heeft dus niet veel gescheeld of ons land had er totaal anders uitgezien. Ja. Yeah. In 1886 krijgt ingenieur Cornelis Lely van de Zuiderzeevereniging de opdracht. I've heard that name before. He was mentioned in another video that I did. I'm almost certain of it. Uit te zoeken. Actually, yeah. Duh. He's the guy that Lelystad is named after. And they got a statue of Cornelius Lely on the Oslo Dyke. Yeah.
hoe haalbaar het droogleggen van de Zuiderzee nou daadwerkelijk is. 5 lange jaren dompelt hij zich onder in bodemanalyse, dieptemeting, stromingsonderzoek. En hier, aan ditzelfde bureau, werkt hij zijn beroemde plannen voor de Zuiderzeewerken uit. Hier, aan ditzelfde bureau, bepaalt hij de ligging van de afsluitdijk, de locaties van het nieuwe land. Hier. En hier. But they never built this part. I'm pretty sure. This one was done. This one was done. This one was done in 2 sections. So they only did like half of it first, right? And then they added on to it. And then the capital was called Lelystad, which is somewhere in here, I believe. Here and here and there and the afsluitdijk. Lely brengt nauwkeurig in kaart waar in de Zuiderzee de vruchtbare grond te vinden is. Die delen moeten worden ingepolderd. Er kleeft echter een groot nadeel aan het briljante plan. Het moet bijna 200 miljoen gulden gaan kosten. 200 miljoen gulden. Jeez. En ook voor die tijd astronomisch bedrag. Schrikbarend groot. Nieuw land? Graag. Liever gisteren dan vandaag. Een veilige kust? Zeer gewenst. Maar dit is wel heel erg duur voor het altijd zunige Nederland. Ja. Yeah. De regering heeft dus een extra zetje nodig. Nou, dat zetje komt er. Al moet Lely er maar liefst 25 jaar op wachten. Maar dan wordt Nederland getroffen door opnieuw een alles vernietigende stormvloed die het tij voorgoed keert. Is this 53? Volgende keer ineens ging de zee hier te keer, de Zuiderzeevloed van 1916. Als het erg hoog kwam, dan ging je een verdieping hoger. Ja. Dat was je veiligheid. En er was nooit, kwam er iemand bij om. En opeens... Toen was het extreem in 16. Wordt het losgerukt en drijft het in een weiland en... Ja, ja. Verdrinken de... Mensen zijn verdronken. Wow. I'm gonna have to do the next one at some point, guys. That was part 1 through 4. Let me go to his channel and see. This one's parts, wants to see right here, parts 2 through 4. Along the Meuse, along the Dutch coast. So this is just a bunch of old videos done with English subtitles. I'm glad that he did that. So thank you, Paul H., for that. 2 through 4. That's along the ice, y'all. Well, I'll try to find it later. Very, very interesting, very sad at points. Informative, of course, and just crazy mind-blowing. All the stuff that the Netherlands has been through, it's just incredible. So shout out to Indo Dutch Girl for the priority request. If you guys want to make your own priority request or support the channel, links down below. Links to the original video down below. Hit like, hit subscribe on your way down there. And you guys have a super fun, awesome day. And I'll catch you on the next one. Take care. Bye.